Hallo allemaal, dat is hier Baron. Baron is er eigenlijk gekomen door het zien van kleine puppetjes bij mensen die we kennen. Geen broodfok, eerst een nestje. Maar ja, ik was benieuwd om dan een keer te zien, nog nooit geen kleine puppy gezien. En ja, ik was volledig verkocht. Op 6 weken werd zijn hartje gescreend en daar hebben ze een hartruisje gevonden. Zonder, ik wou nog een verdere onderzoek hebben, dus een cardiologisch onderzoek bij een cardiologe. Heeft dus getoond dat er een hartafwijking is. Die moet behandeld worden enkel maar met een operatie. Dus Baron moet geopereerd worden zonder operatie. Sterft hij, krijgt hij ernstig hartfalen. Daarom heb ik beslist 's avonds om Baron toch te gaan halen de volgende dag, omdat hij ging ingeslapen worden. Het is natuurlijk moeilijk, ik kreeg dat niet over mijn hart, om een gezond dier die nu nog gezond is, in te laten slapen. Als je naar dat snoetje kijkt, zijn ze direct gesmolten als je echt een dierenvriend bent. Die financieel is dat een hele zware investering. En ja, oké, het is dus totaal geen broodfok. En die mensen die konden daar ook niet aan doen. Maar wij willen gewoon proberen hem te laten leven. Het heeft nog niet zekerheid dat hij het gaat overleven, omdat hij te klein is. Nu mag de operatie nog niet doorgaan, maar die gaat binnen de 5 weken gebeuren. Als eerste actie hebben wij besloten om eventueel een donatie op een rekeningnummer. Hij heeft al zijn eigen bankrekeningnummer. En eventueel snoepenverkoop. De snoepenverkoop is 5 euro voor een zakje en gaat dan integraal voor de operatie voor Baron. Nu ook 5 zakjes snoepen kopen, krijgen ze een tombola-ticket voor het huren van een springkasteel. Op een dag dat ze wensen. Dat wordt dan eind januari getrokken uit het lotje. En dan kunnen mensen een springkasteel winnen. En dat wordt geschonken door het feestcomité Los Amigos. Binnenkort bokkenpootjesverkoop doen. Van een artisanale bakker die ons wil helpen daarmee. Dus die eigenlijk bokkenpootjes gaat bakken in dozenkus van 250 gram. Dus dat wordt ook op poten gezet. En dan zijn er ook nog altijd mensen die vrijblijvend gewoon een donatie geven op het rekeningnummer van Baron. Mijn voorwaarde was wel, alle geld die binnenkomt, wordt gebruikt dan zogezegd voor de operatie van Baron. Maar mocht er geld over zijn, dan gaan wij dat wel doneren aan een goed doel. We hebben al enkele goede doelen die zelf via de Facebookgroep van Baron, Steun Baron heet die groep, gereageerd. Dus mocht er nu ineens een keer een grote geldsom, niet nooit of iets anders, dat eigenlijk te veel is voor Baron, is niet de bedoeling om dat zelf te houden, om dat dan uit te spenderen aan het goede doel. Wij hopen dat de operatie goed komt.